Ik was afgelopen januari in New York. Ik ben er nog gaan kijken. Ik wou Ground Zero eens gezien hebben. Ik ben er gaan staan. En de plek waar de Two Towers vroeger stonden. Er stond een Amerikaan naast mij en ik kon het niet laten. Ik moest het vragen. Ik zeg, why haven't you guys rebuilt the Two Towers? En die heeft letterlijk dit tegen mij gezegd. We could never do that. Because that would be like 9/11 never happened. Zeg, that's the whole fucking point. Zet die er gewoon terug. Ik zou die hun koppen wel eens willen zien. Hè? Een zonnige ochtend in Afghanistan. Slaan ze die na. Osama! De standaard terug. Kust naar mijn kloterij. En mocht die gebouwen nog hoger dan die twee vorige, mocht die nog breder, schildert er een doel op met een neonpijl van Mick hier ben de homo's. Hè? En om ze echt te kloten op alle twee bovenste verdiepingen, een Marokkaanse VZ2. Zo. Allahu Akbar! Mohammed! Hey, ça va? Zit, waar zit de rem? We zitten in de lucht, er is geen rem. Oh, fuck, sorry Mohammed, sorry! Die avond op het nieuws, ja, ik was kebab aan het snijden en heel vliegtuig binnen, jongen. Echt, jongen, dat is niet normaal. Rashid, zot, jongen, gedeeld met Otto Lotterijen is dat brokken. Geef ze die vliegtuig, is dat allemaal. Jongen, een kebabmachine, dat klote, fuck, jongen, dat is lachen.